63% van de Arnhemse vrouwen heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag. Wat gaat de gemeente Arnhem hier aan doen? In 2020 is er €52.000 vrijgemaakt om seksuele intimidatie en seksuele schendingen tegen te gaan. Hoe dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is heel goed dat er aandacht voor is. Het is ook heel goed dat er een onderzoek is gedaan naar seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op straat. Want het blijkt dus dat 2/3 van de vrouwen en de meisjes in Arnhem daar last van hebben. Nou, dat is echt ongekend veel. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Ja, en wij hebben heel veel vragen bij de aanpak van dit college. Want ze maken inderdaad nu €52.000 vrij. Ik geloof over een periode van 3 jaar. Ja, volgens mij kun je daar nog niet eens 1 boa van betalen. Dus ik vraag me heel erg af hoe zij dit enorme probleem gaan aanpakken. We zijn nu 1 jaar verder. Is er ook al een meldpunt ingericht waar vrouwen dan kunnen zijn? En is het al bekend bij de vrouwen? Nou ja, voor zover ik weet dus niet. Het is wel heel erg belangrijk natuurlijk dat op het moment dat er iets gebeurt met je op straat en je voelt, ja, dat kan gewoon niet, dat je ergens terecht kunt. Nou ja, en dan ten eerste verwacht je dan dat er een meldpunt is voor vrouwen om vrouwen bij te staan. Nou, de vorige keer dat we hierover spraken in de raad was het meldpunt er nog niet. Het onderzoek wat is gedaan door de gemeente laat natuurlijk ook heel erg het perspectief van de vrouwen zien. Maar dat het wel meer komt, meer natuurlijk voorkomt, bij de jongere vrouwen. En het is, ja, ook zij juist moeten zich vrij voelen op straat. Want ja, het is gewoon een manier om vrouwen onvrij te maken op het moment dat zij zich niet meer veilig voelen op straat en niet meer kunnen dragen wat ze willen. Ja, hoe gaat het nu? Het onderzoek is eigenlijk net besproken en het plan van uitvoering komt in het eerste kwartaal. En de SP en D66 vonden het belangrijk genoeg om ook echt het onderzoek even te agenderen en ook uitgebreid te bespreken met de burgemeester en met de portefeuillehouder. En dat hebben we dan gelukkig vanavond ook kunnen doen. Waar kunnen vrouwen zich melden met meldingen van seksuele intimidatie? Waar vrouwen zich kunnen gaan melden is artikel 1 bureau, zeg maar, dat wordt aangepast, dat vrouwen daar ook melding kunnen doen. Maar ik denk ook vooral dat het heel erg belangrijk is dat we slachtofferhulp en het Centrum voor Seks en Geweld veel beter promoten in Arnhem, zodat vrouwen en ook natuurlijk anderen die daar last van hebben, gewoon weten waar ze moeten zijn. In het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat de politie heeft aangegeven dat het vaak mannen van niet-westerse achtergrond betreft die hiermee waarbij het speelt. Dat is een mededeling die de politie heeft op laten tekenen in het onderzoek. Ja, we hebben nu steeds over melden. Is er ook toezicht en handhaving in Arnhem, zeg maar, op dit punt? De burgemeester gaf aan dat de BOA's in Arnhem, dat het echt onderdeel is ook van hun werk. Dat hij ook wil dat vrouwen zich, of meisjes, jonge meisjes zich veilig genoeg voelen om dat ook als dat op straat gebeurt gewoon aan te geven en te melden. Zodat mensen ook aangesproken kunnen worden op hun gedrag. Hoe staat het met de lokale aanpak? Nou, wat vanavond ook wel duidelijk werd, ook uit het onderzoek, dat er eigenlijk geen integrale aanpak is. En dat betekent dat iedereen eigenlijk op zijn eigen gebied daar voorstellen voor doet. Wat wij voorgesteld hebben is om gewoon samen met elkaar, dus met de verschillende organisaties, te gaan kijken van hoe krijgen we 1 aanpak, zodat iedereen weet waar zijn we mee bezig en hoe komen we tot een aanpak dat we dit probleem, seksuele intimidatie, gewoon terug kunnen dringen in Arnhem. En dat voorstel is ook omarmd door de portefeuillehouder, de burgemeester. Dus dat is een hele mooie stap voorwaarts, dat iedereen met elkaar gaat praten, dus de verschillende organisaties, en dat betekent politie, Movira, NS, en op die manier te komen tot een manier van werken, dat zodat het beter wordt voor de vrouwen in Arnhem. Als ik zeg tegen u dat 63% van de Arnhemse vrouwen te maken heeft gehad met seksuele intimidatie en overschrijdend gedrag, hoe komt dat bij u binnen? Ja, dat ik dat eigenlijk niet zo verbaas eigenlijk, aangezien net iedereen super opdringen gaan doen is. Ja, heel onterecht. Ja, heftig ook wel. Ja, dat had ik echt niet verwacht. Maar dat vind ik best wel een groot aantal, ja. Vind ik heel schokkend. Vind ik heel veel. Veel te veel. Ja, elke procent is te veel, maar vind ik, ja, ontzettend veel. Heftig. Dat is wel veel, ja. Hebt u er zelf al eens last van ondervonden dat u ergens liep van... Nee, niet zo eigenlijk. Ik word niet zo vaak lastig van dat ik zelf wel gewoon kan verdedigen van ik kom niet dichtbij en zo. Nee, gelukkig niet. Naroepen wel. Zeker 's avonds of zo, als je dan in je eentje ergens door een straatje fietst, dat ik denk, ik voel me nu onveilig. En verder niet momenten dat ik echt grensoverschrijdend gedrag, ja, dat is natuurlijk ook grensoverschrijdend gedrag, maar daar blijft het dan wel bij naroepen. Hoe gaat u dan daarmee om als dat geroepen wordt? Gewoon hard doorfietsen? Ja, ik ga er niet tegen in of zo, want dat,
dat beangstigt me dan, dus dan gewoon snel doorfietsen. Ja, nou wil de gemeente Arnhem, vanaf 2020 waren ze al bezig om dat onder de aandacht te krijgen. Daar hebben ze ook een geldbedrag voor apart gehouden van 52.000 euro voor 3 jaar. Dat is eigenlijk omgerekend 16.000 euro. Om daar een meldpunt voor in te richten. Dus dat vrouwen die dan nageroepen worden op straat, zeg maar, dat ze dus dat kwijt kunnen bij een meldpunt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, goed. Ja, heel goed. Dat er wel aan gedacht wordt en zo. En geld aan uit wordt gegeven. Ja. Wel jammer dat het zo lang heeft geduurd. Ja, dat mag wel eerder gebeuren. Ik denk dat er echt wel vrouwen zijn dan die daar al eerder melding van hebben gemaakt. En nou, ook veel van vrouwen dat vrouwen zeggen, ja, het hoort erbij. Hoe komt dat bij u binnen als een vrouw dat zegt? Nee. Nee. Kan er nee. Punt. Uitroepteken. Nee. Nee, dat vind ik niet. Nee. Als je er niet mee oké bent, moet je er wat van zeggen. Ja. Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel zo normaal geworden onderhand dat het inderdaad wel zo lijkt eigenlijk. Maar dat is natuurlijk niet normaal.